Nou, dit mogen we best uniek noemen, want het is voor het eerst op de televisie dat de beide dames, moeder en dochter, samen in een tv-programma te zien zijn. Sam, what does it feel like to be in one show with your mum? Oh, it's good. It's great. Yeah? Yeah, it's good fun. We can all get drunk afterwards together, you know. Ah, gezellig. Dat ze al een boeltje drinken in de afloop, dat zal ook wel van komen, denk ik, na deze uitzending. What about you, Viki? I heard that Sam's album was recorded in a family atmosphere. Everybody was there, everybody was in the studio. Is that right? Well, we all had some part in it, some small, you know. Yeah, which part did you do? You did the background vocals? I did some background vocals on Sam's album, yeah. You wrote a song as well. Wrote a song, yeah. And your brother Pete produced it, didn't he? Yeah. That's right, yeah. Dus het opnemen van haar LP was echt een hele familieaangelegenheid, want ze heeft de achtergrondzang voor zijn rekening genomen, voor haar rekening genomen. Sam heeft natuurlijk zelf gezongen en haar broer Piet heeft het geproduceerd. Hun vader, Joe Brown, is ook nog een hele beroemde jazzmuzikant. Het is een hele muzikale familie. Het lijkt mij trouwens ook best leuk om met mijn moeder in een programma te zitten, maar die kan niet zingen. Dus die zit in de zaal daar. Dat is toch een beetje jammer. Volgende keer beter, hoor. My mom is over there. So. Anyway, Sam, if you take your place at the front of the stage, then we can ask your mother to introduce you. Can you try it in Dutch for us? I'll try. Okay. Go ahead. Dames en heren, here is my dochter, Sam Brown, met this feeling. Take it all, I would willingly give you everything. This could fall, if you wanted to. Or we could take this time now and move. Is this a